maakt. En Gaia loopt in de weg, die staat voor mijn voeten. Gaia, je moet niet naar weg lopen, jij, jongen. Super tof dat je kijkt naar gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad, zoals iedereen weet. En ik dacht dat Gaia hier naar deze pad ging toen ik kwak hoort, want ik zat te editen. Oh, we bouwen mijn wijn om. Zit die daar? Nee, ook niet. Oké, dat is mooi. Oh, hij zit daar op die stoel. Dat is ook helemaal mooi. Maar ik ga klaarmaken om naar mijn werk toe te gaan. We gooien alleen even deze rolgordijn open. Over een kwartiertje moet ik alweer richting werk toe. Dus een bakje koffie zit in jullie in. En ik heb nog een bakje koffie net opgedronken. En de begeleider belde me om 6:30. En ik hoorde geen gehoor. Nou, een paar minuten later belde ze me weer. Belde de begeleider weer. Weer geen gehoor. Maar oké, ik dacht, oh, het zal wel. Nu ga ik maar even achter de computer zitten. En te wachten voor de videokaart te renderen. En nu ook klaarmaken om richting werk te gaan. Dus laten we dat zo meteen doen. En dan aan de bak. En ik weet dat vandaag ongelooflijk super lekker weer gaat worden. En voor mij dacht ik dat het 19 graden geworden en morgen 22 of 20 graden. Ik ga eens even kijken op mijn telefoon. Ah, heel lelijk. Vandaag wordt het 20 graden. Morgen wordt het 23 en zaterdag 22. Ongelooflijk, ik ben lekker warm. Ik kijk er nu al naar uit. Ik ben nou thuis en ik heb even boodschap uit mijn werk gehaald. En dat is lekker broodje. Dus lekker tomaat, brood, zout en danone toetje. En zouten peper. En dan ga ik nu even lekker broodje tomaat maken met mayo. Die ga ik zo meteen pakken. Maar eerst een snijplank. Want ik moet even tomaat snijden. Stukjes. En dan leg ik die tomaat lekker op mijn brood. En dan ga ik lekker versmillen. Dat is ongelooflijk lekker. Mayo erbij. En dan ga ik het even broodje maken. En dan laat ik zo zien dat het klaar is. De broodje is gemaakt. En Gaia loopt in de weg. Die staat voor mijn voeten. Gaia, je moet niet naar weg lopen, jij, jongen. Dus ga ik lekker hier van deze broodje genieten. Wat jullie al zien is tomaat, peper en zout. Nou, zout kan jullie niet zien. Dat is zichtbaar natuurlijk, om zo te zeggen. En dan ga ik nu maar lekker eten van deze broodje. En tussendoor lekker muziek luisteren. En dan heb ik daar nog wel wat te vertellen. En dat is, zoals jullie weten ben ik natuurlijk al naar Gouwbos geweest met Glenda. Maar ze had toen ook gefilmd. Maar ik had hem niet gelijk binnen van haar gekregen. Dus, maar dat zijn dit beelden. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad en ik ben met Glenda. En dat ben ik natuurlijk. Hallo. Kijk, en hier gaan we dus eventjes naartoe. Dit bankje. Wat jij hier in de verte ziet. Wat je in de verte ziet, dat is het bankje van mijn beruchte van vroeger. Hi Glenda. Hey, hallo! Ben jij ook aan het vloggen? Ja! Dat is leuk! Dat is een tijdje geleden. Nou! Ik ga tegen hem kijken, ik ga dadelijk iemand ontmoeten die een tijd geleden niet gezien heb. Ja, en toevallig was ik hier aan de wandel. Oh, jij ook, hè? Ja, toevallig. Nou, hier kun je nagaan. En ook aan het vloggen. Oh, ik had even over. Ik denk dat ik vandaag Glenda ga tegenkomen. Dat was het. Daarom zei ik het dus. Oh, jij hebt een zesde weer. Jij hebt een zesde gave. Denk het. Dus we gaan even wandelen. En nu even op het bankje zitten. Ja, laten we maar even op het beruchte, beroemde bankje zitten. Nou, daar zijn we dan weer allemaal. Nou ja, allemaal. Alleen, Sander. En ik, en ondertussen achter mij, ja, ik weet niet of je het nog kan zien, maar is de maan ondertussen er al? Nou, in de maneschijn, in de maneschijn. Klom ik op en top in naar het raam, kan zijn. En als je... Ik weet het ook niet meer. In ieder geval, we zitten nog steeds even lekker buiten te keuvelen. En straks gaan we eventjes nog aan de wandel, hier in het mooie Gouwbos, in mijn achtertuin. Ja, ik noem het altijd mijn achtertuin. Rick, Eva naar jou toe kennende. Herken je dit stukje? Ik weet nog van de vorige paar vlogs afleveringen dat je daar naartoe wou.
Maar deze zandberg, ik noem het altijd een teletubulant, vanwege al die hobbeltjes en al die, wat is het? Al die bergjes. Ik mis alleen het teletubby huisje nog. Maar in ieder geval, je komt er niet. Dat had je al lang begrepen. Maar je kan er komen door op de begraafplaats te komen. En dan gewoon rechtsaf en dan alleen maar rechtdoor en dan kom je op die zandheuvel. Oké. In ieder geval, dan weet je er genoeg van. Hallo. Hallo. Lekker kolletje. Proost. Plaats een bakken fleur. Wat je altijd elke dag neemt. Kijk, ik heb nu handen vol, hè. Let op. Wauw, wat een toverdruk. Nou, dat heb je goed gedaan. Oh, wacht, ik moet in mijn andere hand nemen. Oh jee. Wauw. Hoe zeg je dat nou? Wow! Het sloeg over jouw stem. Gezellig. Is dit nieuw? Wat? Ja, ik zie hier een balkje. Bij? Ja, bij mijn camera. We zijn nu weer lekker in de oude bos aan het lopen. We gaan de andere kant op. Kom. Nee, ik ga ook wel. Deze kant. Zo, gezellig. Hé, hey, Sander. Onzichtbaar. Oh, daar ben je. Kom. Nee, dit is een leuk nieuw stukje. Oh, oké. Okay. En we gaan hier terug. Ja, we komen hier weer terug. Oké, okay, mooi. Let maar op. Dus we zijn lekker in het gouden bos lopen. En een heel apart. Ineens rechts in mijn camerabeeld. Jullie kunnen het niet zien, maar er zit ineens... Oeh! Val jij... Ik heb altijd... Rick zei het ook al in een vlog, hè? Val jij even lekker op je smurf? Rick zei altijd in mijn vlog van... Met Sander is altijd iets gevaarlijk. Ja, dat klopt. Dankjewel. Alsjeblieft. Het gaat altijd gewoon niet goed met jou. Dit is gewoon echt een mooi plaatje. De zon daar zo, dat is echt wel een mooi plaatje, vind ik hoor. Een flirtenkruis hier. Fruitkruid? Een flirtenkruis. Een fruitkruid. Een flirtenkruis. Een fruitkruid. Flirtenkruis. Zo. Oké, laat even weten in de reactie. Hoe vinden jullie Klenno erin? En hoe vind jij weer in de vlog te komen? In mijn eigen vlog. Mijn vlog. Ja, maar het is ook mijn vlog. In elkaars vlog. Ja. Ja. Oké. Okay. We gaan nu lekker lopen. Het lijkt wel net alsof je bezopen loopt. Ik? Ja. Ik krijg wel een warm arm van. Dus wat, ik kan net het overdrukken. Ik ga het overdrukken. Tada. En kijk hoe die loopt. Kijk. Valt nu bij. Ja, ik ga zo goed voor de volgen. Dat doen we denken aan de Tweede Wereldoorlog. Och jezus, nee ik toch. Ik weet niet. Het lijkt de fanfare wel. De fanfare in je eentje. Nee, precies. Stamp, 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 stamp. Stamp. Je handen in de lucht. Dan moet je wel je handen in de lucht gooien. Ja, ik heb mijn handen. Ja, voor dat moet jij dat doen. Oh ja, je hebt ook al een hand. Nou, ik heb nog één hand over. Jij loopt veel vaak hier zo? Ja. Hoezo? Oh, die vogeltjes fluiten. Als je stil bent wel, ja. Ja, dat zeker. Ik heb het al eerst laten horen. Zo, mooi. Wil ik van de natuur? Door de bos. Ik heb hier wel een beetje afgelegen. Woe! Oh, Jezus, oh God, hij is weg! Waar ben je nou? Oh, Jezus! Dat gaat niet goed hoor, waar zit je? Joehoe! Ik kan het wel beter doen. Oh, hallo. Kijk, hoe doe je dat? Rozo. Oh, mijn hemel. Oh. Oké. Ik ga lopen. Dan ik even lopen. Mooi, hè. De zon. Dat is de zon van Sander Pad.
De dagen van Patje. Weet je wat ik ga doen? Wat staat hier nou? Helemaal alleen en eenzaam achtergelaten. Een cola blikje. Van wie zal die nou zijn? Oh, kijk hoor. Zit er nog wat in? Ja! Wauw! Ik heb iets interessants gevonden. Sander! Kijk! Een cola blikje! Wauw! Helemaal alleen! Zal het heel goed stap zijn? Ja. Denk je? Kijk. Hij staat. Hij gaat weg! Kijk nou! Hij loopt! Kijk! Hij verliest Rans. Net zoals Sander. Gaat ook niet goed. Gevaarlijk. Oh, we hebben wat gezien. En gehoord. Ik heb het toevallig wel gezien. Ja, dan draai je om. Twee oogjes. Ja. Shit. Misschien is dat wel zijn. Ik zou het niet te hard stampen. Straks zak je er doorheen en dan vreet hij je op. Oh god. Ja, daar loopt wat. Ik zie het al. En het komt nu heel snel op je af. Shit. Weet je wat het nou was? Het was een grote baviaan. Met een spijkerbroek van een Feyenoord merk. Oh, mag ik een merk zeggen? Oeps. Het had een bril op en het kwam achter je aan. Maar goed. Kijk, hier, achter dit hek, zijn alle, als je goed kijkt, zitten ze al op het nest. Reigers. Allemaal reigers. In dit gedeelte van het bos hebben we de reigers hun vaste rust en verblijfplaats. Hier hebben we zieke bomen laten staan, wel. Boe! Jij schrok, jongen. Oh, dit was leuk. Ik omdat er dit bordje hangt er al zoveel maanden vanwege omdat er inderdaad een paar bomen zijn omgevallen. En die boom zal ik ook wel laten zien. Ja. En dat is best wel een joekel van een boom, kan ik je wel vertellen. Ik ben benieuwd. En er zitten zelfs de wortels nog aan vast. Ja, echt waar. Maar ik hoop dat we. Ja, ik we gaan het niet doen. We gaan even kijken of we eruit krijgen. Gastalie. Het volgende bankje, moeten we die ook nog pakken? Of we pakken alle bankjes in het van het hele, ja. Van het hele gauwbos. Hoor, ze is fluiten. Allerlei vogeltjes. Oeh, ik zag wat leuk. Wat is nou? Ik zag een mooie zons door de bomen heen. Ja, hier. Precies hier. Waar jij staat. Ik zie precies het, de weerkaatsing van de, tussen de bomen in. Serieus? Ja, leuk. Oh, daar zo. Ja, ik denk dat je. Ik hoop. Hier naar rechts. Ja. En daar is ook jong gevallen boom. Kijk waar je loopt. Anders kan je hem straks weer opgerapen. Hé, hey, leuk, het is een tweelingboom. Hier. De tweelingboom. Hutsie en Flutsie. Ik zag nog mijn camera bij me leeg, maar. Nog een batterij. Ja, maar ik heb er ook nog één. Echt? Je kan altijd nog met mijn eens doen. Ah, ik hoop wel dat je het
Nee, ik hoop dat ik er bij kan. Wat krijg je bijna? Oh, volgens mij zitten ze daar ook. Oh, hier, kijk je? Yves, was het nou deze? Ja, hier, deze boom. Kijk eens. Die. Oh ja. Hele grote boom. Hele grote. Nou, we hebben even een rustpauze genomen. Samen. En we gaan nu het paadje in. Waar Rick dacht dat hij zo ook naar die berg kon lopen. Dus Rick, we gaan jouw route aannemen. Toch, Sander? Wacht. Wat? Ik heb wat privé's even jou laten zien. Kijk, ze hebben er lang gezien. Oh jeetje. Als je ziet, staat de maan alweer hoog aan de horizon. Althans, in de lucht dan. Dus hier. Oké, Sander. Gaan we weer? Ja. En vannacht hoor je mij de trein langs denderen. Nou, op naar het pad van Rick. Het paadje van Rick, noemen we net. Dat ga ik ook doen. Wat is het? Ik word me toch een partijtje, man. Dit past wel goed. Oké, hey jongens. Eventjes een momentje stilte, want we komen nu dichter bij het paadje van Rick. Ik zie hem al. Ja, Rick zelf. Oh, hier toch? Ja. Nou, daar gaan we weer. Heel bedankt, hè? Let op. Jij bent Rick en ik ben Sander. Rick, dat is niet... Wij lopen weer deze pad. Rick, het is niet het paadje naar het berg wat je wilde. Oh nee? Nee. Oh, wel, weet zeker. Nee, echt niet. We komen echt wel uit bij het andere stukje. Maar ja, zie je wel, we komen uit bij dat bankje waar we eerst hebben gezeten. Oh, echt niet? Echt wel. Oh ja, toch wel. Kijk maar. Nee. Laat me door. Oh ja, want jij hebt hier nog een verhaal over die een of andere bankje? Ja. En dat is? Nou, dat doen we straks even wel. Oké, top. Oh man, ik krijg een lamme klauw. Nou, daar heb ik ook wel eens last van. Dat ik heel lang. Dit is nou weer die beroemde berg. Daar heb je hem. Daar waren we een keer met Rick heen houden. Zie je nou? En dit is waar de sloot die ertussen zit. En dat had je al gezien, dat weet ik. Maar zo kom je er dus niet. Top. Goed, hè? Heel goed. Goed voor mij, hè? Ja, ja. Het paardje van Rick. Ja, echt, hè? Ja. Maar we komen wel door. Wat ik ook nu kan zeggen is, eigenlijk is vandaag nu moederdag. Ik wil jullie allemaal fijne moederdag wensen. Laat even weten in de reactie. Ben ik wel benieuwd naar wat voor cadeautje jij voor je moeder hebt gegeven. Of, klinkt misschien raar, maar... Voor mensen die geen moeder hebben in ieder geval, heel veel sterkte. Die wil ik in ieder geval jullie sterkte mee wensen. Ja, toch... Doordat, ja, deze moment ga je dan toch aan je moeder denken. Maar voor mensen, heel veel sterkte, die moeder is verloren. En nu ga ik lekker YouTube kijken en lekker broodje eten. En daarna nog eentje, en daarna nog eentje, en daarna nog eentje, en daarna nog eentje, en daarna nog eentje. Kijken of ik niet ook stop. Ik heb wat leuks te vertellen en... ik heb de hele middag trouwens wezen bellen met Sanne en lekker pizza gegeten vandaag. Want de borden staan nog hier zo. Maar ik heb een paar dingen wat over de leukste te tellen. En dat is 1. Ik weet niet of voor mensen die kennen Tess Mulder van Special Media Award. De prestige van Special Media Award. Nou, het nieuws is nou, ze hebben nou bekendgemaakt dat... Ik had natuurlijk wel ooit van vroeger verteld dat ze zwanger is. En het is nu nieuws dat de kindje is geboren. Hoe geweldig is dat? Een keer hele leuke nieuws om te horen. Dus Tess, als je kijkt of mensen, laat zo leuk zijn als je een foto van Tess reageert. Tess, gefeliciteerd
met je kind. Ik weet alleen niet wat er gehoord is, een jongen of een meisje, geen flauw idee. Maar, dat is heel leuk nieuws. Ik dacht, mijn moeder tagde me in en toen heb ik gelijk even gezegd gefeliciteerd. En hoe geweldig leuk nieuws is dat, om te horen. Ik wist dat ze zwanger was, ja eigenlijk was ja. En dat is best wel snel gegaan eigenlijk. Maar ja, nu ga ik me klaarmaken om lekker dadelijk in mijn bedje in te gaan, want ik ga lekker hierna lekker slapen. Maar ook lekker YouTube zitten kijken, ik heb even net met begeleider gesproken, een gesprekje gewoon gehouden. Dus, maar wat ik ook ga doen is, ik ga denk ik dan elke avond doen, als ik gordijnen dicht ga doen, dat ik de planten even hier op deze tafel neer ga zetten. Want als ik bijvoorbeeld op die vensterbank neerlegt, gaat die plant ongelooflijk veel uitdrogen, snel uitdrogen. Dus kan ik beter maar daar neerzetten, voordat het fout gaat. En ik ga dan elke dag ga ik even water geven, want voor de zekerheid, voor onzekerheid. Al moet ze zon hebben, dus gewoon denk ik niet te verstandig dat ze te veel zon hebben. Want ik zie gewoon echt dat ze te snel uitdrogen en dat wil ik niet hebben. Dus dan ga ik voor zekerheid maar daar neerzetten. Krijgt ze maar op die manier daar zon, dan niet. En ik ga nu wel klaarmaken. Lekker, even in te gaan. Want ja, hele dag gebeld hebben. Ik heb met Sanne gebeld. Niet meer met Sanne trouwens. Kan ik ook gelijk vertellen. Is ik heb ook met het hele team net even anders gebeld. Met Janice en Vincent en Mitchell heb ik al even een keer gesproken. Dus, maar nu ga ik lekker mijn bedje in. En dan ga ik lekker slapen. Dag, wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo een blij duimpje omhoog. En vergeet ook niet hier te reageren en te abonneren. En zeg ik alvast veel kijkers hier. Gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Veel meer gekeken, want deel de kleding naar me opgestuurd. En ik vond het mooi om te zien. Echt aanraden om te kijken. Als ik die heb, kan ik gooi het linkje hier beneden in de beschrijving. Maar ik ga nu een eitje maken. Maar dat gaat niet goed komen. Dus ik ga de camera neerzetten.